Sound sick over Dre drums, nigga. I ain't stupid, I see Doc, then my dough come quicker. Whoa, shorty hips is hypnotic. She moves, she's so erotic. I watch, I'm like, bounce that ass, girl. I get it crump in here, I make it jump in here. Front in here, we'll thump in here. Oh, I'm so gutter, so ghetto, so hood. So gully, so grimy, what's good? Outside the Benz on dubs, I'm in the club with the snub. Don't start nothing, it won't be nothing. Little mama, show me how you moving. Go ahead, put your back into it. Ik zit hier in de Everest Lounge met Everest-speler Leroy. Leroy, jij hebt main event gespeeld. Welke dag heb jij gespeeld? Ik heb dag 1 aangespeeld. En dat is niet goed afgelopen? Laten we zeggen dat aardig wat dingen stuk zijn nu. In je hotelkamer? Ik heb geprobeerd te beperken tot de Everest Lounge. Maar. Oké. Hoe lang heb je erin gezet? Ik heb het einde van level 2 ben ik eruit gevlogen. Hoe? Ja, ik verloor een paar grote potten op een rij. Elke keer second best hand. En op het laatst gooi ik 10.000 chips erin met boeren. En natuurlijk zit ik tegen aaskoning en vrouwen. De aaskoning wist nog te folden. En de vrouwen niet, helaas. Jij hebt Vegas Voyage gewonnen. Daarvoor ben je al een keer in Vegas geweest. Is dit je tweede keer? Ja, dit is de tweede keer dat ik hier ben. En is het nu leuker nu je wat meer vrijheden hebt dan dat je de hele dag een kamer achter je aan hebt? Het is sowieso leuker nu ik niet... zeg maar 20 uur per dag op te nemen. Dat scheelt sowieso, want dat was echt afzien. Maar ja, ik moet zeggen dat ik na 5 dagen ben ik Vegas eigenlijk wel zat. Dus ik zit er nu al bijna een maand. Dus ja, het is wel tijd om naar huis te gaan, zeg maar. Wanneer ga je? Ik vertrek overmorgen. Oké, en hoeveel events heb je gespeeld hier? Ik heb er hier 3 gespeeld. En wisselend succes? Of? Nee, het is voor mij niet mogelijk mee zitten deze WZP. Ik heb geen dinnerbreak gehaald. Oh, nou, dat is goed. Heb je lekker tijd gehad om te eten natuurlijk dan. Welk hotel zit je? Ik zit in de Bellagio. En dat bevalt? Bellagio is wel leuk. Het zijn hele mooie luxe kamers. Echt, natuurlijk is het gruwelijk. Ik bedoel, een van de beste hotels hier. Ja, kan niet meer wensen dan dat. Maar beschrijf eens, hoe zag zo'n dag van Vegas Voyage, zo'n opnamedag eruit? Nou, dat was gemiddeld was het een uurtje of 10 begonnen we. En dan begonnen we altijd eerst met het opnemen van cash games. Daarheen rijden. Spelen met een paar lokale Amerikanen. Dus dat was soms in home game, soms in vaak in een casino. Dan was het wachten. Dus altijd heel veel wachten. TV-opnames maken ze alleen maar wachten. Dus het uurtje, 5 minuten cash game opnemen. Het is een uurtje lang spelen. En dat is 5 uur lang opnemen, zeg maar. Vervolgens was het dan de challenge. Dat duurde vaak het langst. Daar waren we vaak wel 10 of 12 uur aan kwijt. Dat was soms autoracen, soms was het parachute springen. Het was een keer... quadrijden, dat soort dingen. Nou, het valt quadrijden bijvoorbeeld, het heeft echt 1 uur of 12 geduurd toen de tijd. En je rijdt zelf maar 1,5 rondje op zo'n quad. Dus je kan me nagaan hoe lang je aan het wachten bent. Nou, en uiteindelijk was het dan de exit game. En dat was het partijtje wat ze tegen elkaar speelden als kandidaten. En dat bepaalde wie er dan vervolgens uitvloog. En als zo'n avond voorbij was, dan was het vaak 1-2 uur 's ochtends. En dan konden we eindelijk slapen. Hoe lang hebben die opnames achter elkaar geduurd? Het was 3,5 weken achter elkaar. Dus jij kwam terug en toen was je helemaal stuk? Ik heb denk ik bijna 1 week geslapen of zo. Het was echt, het is echt waar, het is echt heel erg. De jetlag was natuurlijk sowieso al killing, 9 uur terug, dat is al erg, maar man, wat was ik koud geput. Maar ben je fulltime pokerprof? Of hoe moet ik dat zien? Nee, ik heb nog wel een baan ernaast. Wat doe je? Ik ben psycholoog, ik doe onderzoek. Dat loopt tot oktober en dan zal ik waarschijnlijk tot eind januari, want dan loopt mijn Everest contract af, het op poker houden. Dat is nog even onduidelijk. Ik zit ook nog aan het denken om andere dingen erbij te gaan doen, want het is ook poker gerelateerd. Maar dat zijn allemaal nog plannen. En dan moet ik vanaf dat moment even aanzien wat gaat gebeuren. Misschien ga ik door met Everest, misschien niet. Misschien ga ik door in andere ondernemingen die ik wil gaan starten of niet. Wat is nou de grootste misvatting van het Nederlandse publiek over de Nederlandse pokerspelers? Ik bedoel, iedereen op fora's hebben een mening. Wat is nou de grootste misvatting van de Nederlandse groep? Dat is moeilijk om te zeggen, want er zijn misvattingen op allerlei gebieden. Als het gaat over de pokerspelers zijn er misvattingen, als het gaat over het spel zelf zijn er misvattingen.
Ik denk dat als ik iets moet noemen wat de meeste mensen, de grootste misvatting is, dat poker makkelijk rijk geworden is. Maar het is niet echt een heel erg originele waarschijnlijk, maar heel veel mensen denken dat gewoon, dat je gewoon even gaat spelen en dat het allemaal heel makkelijk is. Ja, het geld komt ook wel snel als je een van de beste bent. En dan nog steeds komt het niet makkelijk, want ja, een van de moeilijkste dingen in poker is omgaan met verliezen. En ja, dat is echt heel moeilijk. Ben je daar mentaal sterk genoeg voor? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ga je dat veranderen of? Ik weet niet, het is even ik ga het even aanzien, ik weet niet. Ik denk eigenlijk dat ik daar niet mentaal genoeg sterk genoeg voor ben. Ik heb al eerder de keer dat ik voorheen broke ben gegaan, en dat is heus al gebeurd, heeft dat echt enorme impact op mij gehad. En dat moet je eigenlijk relatief snel van je af kunnen schudden als je elke dag je brood mee moet verdienen. En er gewoon weer op kunnen pakken, zeg maar. Dus ja, dat is maar de vraag, we gaan kijken hoe het loopt. Maar wat maakt het wereldje dan zo mooi? Wat het wereldje mooi maakt is dat één deel van de wereld, van het wereldje is echt je droom uitleven. Je bent bezig met een spel wat je leuk vindt. En je doet dingen die je anders niet zou doen. Ik bedoel, kijk hoe ik hier nu weer zit. Ik zit hier in Vegas in een prachtig hotel. Ik speel met bekendste namen ter wereld. Ik ga uit 's avonds met mijn vrienden. En het is allemaal echt super, weet je. Het is echt het leven van een droom. Maar de schaduwzijde daarvan, dat is hetgeen wat je moet kunnen dragen. Oké. Nou, wijze woorden van een wijs man. Dankjewel. Nee, van een droom.